Valentijnsdag of een andere gelegenheid waarbij je iets van je liefde wilt delen met anderen. Dat vraagt om aquarelkaartjes, wat mij betreft. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je deze drie kaartjes kunt maken. Deze video is ook geschikt voor beginners. Het zijn juist een soort van beginnerstechniekjes waarmee je dus wel hele toffe resultaten krijgt. En ook als je al meer ervaring hebt, kun je dit natuurlijk gewoon volgen, want het geeft altijd weer nieuwe inspiratie en ideeën. Maak er ook vooral je eigen ding van. Ik ga drie kaartjes maken met aquarelverf. Ik zal jullie zo eerst even vertellen wat je nodig hebt. En wat je ziet is dat deze hier uitgeknipt los op ligt. Dat komt omdat er iets misging. En ik laat het er gewoon in zitten in de video. Dus dat ga je ook zien. En je gaat ook zien hoe ik het dus oplos. En ik heb deze nog niet vastgeplakt, maar los liggen, omdat ik ook nog wat extra's ermee wil proberen. Dat zie je dan aan het eind van de video. Wat heb je nodig? Wat heb je nodig? Allereerst papier. En daar begin ik mee, omdat dat een redelijk essentieel onderdeel is. Zo niet het belangrijkste in mijn idee. Ik gebruik aquarelpostkaartjes. Aquarelpapier van Hanemühle. Die zitten in zo'n blikje. Er zitten allemaal van die postkaartjes in. Mooi aquarelpapier. Kan je mooi veel laagjes op doen. Het water vloeit mooi uit. Ik vind dit heel fijn. Nou, je hebt natuurlijk. En papier is echt het belangrijkste. Als je ditzelfde zou doen op gewoon printerpapier, dan krijg je niet het effect wat ik hier krijg. Waarbij bijvoorbeeld de aquarelverf zo in elkaar doorloopt. Of zoals hier. En daar kun je ook niet zoveel laagjes doen als hier nodig is. Dus weet zeg maar dat ik papier. Daar ga je echt merken zeg maar of je goede kwaliteit hebt of niet. En daarnaast is het ook nog zo dat mensen voorkeur hebben. Sommige mensen hebben het liefst glad aquarelpapier, andere. Met textuur, daar moet je je eigen keuzes en je eigen voorkeuren in ontwikkelen door gewoon verschillende dingen te proberen. Maar ik kan je echt aanraden om wel fatsoenlijk papier te kopen. En ik moet zeggen dat ik Hanemühle gewoon altijd een goede prijs-kwaliteit verhouding vind hebben. Daarnaast aquarelverf. Ik gebruik hier Winsor & Newton Professional en de Himi aquarelverf. Ik gebruik maar een paar kleuren in dit geval, in deze video. Ik vind ze allebei heel fijn. Er zijn heel veel soorten fijn aquarelverf. Begin gewoon met wat je hebt. En dat is iets waar je later altijd nog in kunt investeren. Ik vind persoonlijk het papier nog belangrijker. Je hebt natuurlijk een penseel nodig. Ja, ben helemaal fan de laatste tijd van deze Da Vinci Collineo. Die zijn synthetisch. Ja, ik vind hele fijne penselen. Maar ik heb de eerste jaren altijd alles gedaan met waterbrusjes. En daar had ik niet echt een voorkeur voor een merk. Daar kocht ik gewoon wat ik zag. En die kun je ook heel goed gebruiken. Dus ook daarbij gebruik wat je hebt. Deze zijn vrij prijzig. Ik vind het de moeite waard. Maar ik weet inmiddels dat ik ze zoveel gebruik dat dat de moeite waard is. Dat gebruik ik. Daarnaast gebruik ik in deze video ja, een potlood en een gum. En gebruik ik aquarelpotloden. Die heb je niet per se nodig. Ik gebruik ze in deze illustratie. Om lijnen te trekken kun je ook met een gewoon grijs potlood doen. Dus je hebt het niet nodig. Mocht je ze hebben, pak ze erbij. Als je het niet hebt, pak gewoon een grijs potlood. Ik gebruik ook washi tape om deze kaders te maken. En deze was dat ook. En je hebt natuurlijk nodig een stukje wc-papier of een doekje en water. In goede zin. Oh ja, en nog iets wat ik gebruik. Je ziet mij regelmatig mijn heating tool gebruiken. Ik vind die echt super fijn om snel te kunnen föhnen, zodat ik niet hoef te wachten tot iets droog is om naar de volgende laag te kunnen. Je kunt ook een föhn gebruiken. Pas dan op dat die niet alle kanten opblaast. Of je hebt gewoon geduld en drinkt lekker kopjes thee tussendoor. Als je even moet wachten tot het droog is. Wat vooral bij deze hebt, moet je elk laagje laten drogen. Nou, je kunt natuurlijk alle drie de dingen maken, de drie de kaartjes. Je kan er ook eentje maken. Je kan ook een van deze hartjes maken. Stop wanneer het klaar is en ga door wanneer je zin hebt. Al deze materialen die ik hier heb, zijn volgens mij bijna allemaal in ieder geval te koop op becreativeshop.nl. En ik wil jullie nog even laten zien dat je met code Nanja Illustraties altijd 5% korting krijgt op je aankoop. Daarvan gaat een gedeelte naar mij en voor jullie is het korting. Dus nou, win-win zeg ik. Die zal ik aan het eind ook nog even in beeld leggen.
Dan gaan we beginnen. Dit is de volgorde waarom ik hem opgenomen heb. Scroll gerust door als je denkt, ik wil die graag doen of die. Doe lekker waar je zin in hebt. Als je iets post, zou ik het leuk vinden als je me tagt. Nanja Illustraties. Kom graag bewonderen namelijk wat je gemaakt hebt. Veel plezier. Hartjes. Ik ga 4 hartjes tekenen. En om even een klein beetje een layout te maken, teken ik heel dun met potlood. Probeer het echt zo dun mogelijk. Even 4 vakjes waar ik mijn hartjes in wil tekenen. Dit zijn gewoon, eerst doe ik de horizontale lijnen. Deze 2 balken, daar wil ik dus 2 hartjes naast elkaar, zodat er 4 zou komen. En die 2 balken zijn ongeveer even breed. Gaat niemand nameten, hè? En hier tussen wil ik een band wit laten. En ook in het midden wil ik ongeveer even breed als deze lijn ook. Weet je, ik doe dit echt even losjes uit de hand, want het komt niet zo nauw. Als je zegt, ik wil dat heel precies, pak er een lineaal bij, gaat uitmeten. Dat mag natuurlijk. Het is jouw tekening. Ik ben vooral op zoek naar dat ze een beetje aan de onderkant op dezelfde plek zijn. Een beetje netjes onder elkaar staan. Nou, en als je te veel aan het lijnen aan het trekken bent, gum dan ook eventjes. Zo. En dan komen hier, heb ik dus 4 vierkantjes waar zo die hartjes in kunnen. Ik laat die lijnen gewoon staan. Die gum ik straks wel uit. Maar als je heel veel schetslijnen hebt, kun je natuurlijk al wat wegvegen. Bedenk in ieder geval dat als je over dat potlood heen bent gegaan met aquarelverf zometeen, dan krijg je het niet meer goed uitgegumd. Dus als er hier lijnen staan, zorg dat die in ieder geval weggeveegd zijn. Anders is dat zonde, hè? Oké, nou, ik ga de eerste die ik ga doen. Mag iets meer licht op, zo. De eerste die ik ga doen, ik pak een beetje een willekeurige roze of rode kleur. Nee, zo gaat het soms ook. Hè. Nee, de eerste die ik ga doen, nu mijn water nog een beetje schoon is, is ik teken met schoon water een hartje. Met mijn penseel. En hij hoeft ook niet helemaal tegen de rand aan te komen hoor. Maar ik gebruik dat kader ongeveer om te weten, nou, waar moet dat hartje ongeveer komen. Kijk, het glimt. Dus je ziet nu dat ik een nat hartje met water heb getekend. Verder zie je daar nog niks aan, want het is doorzichtig. Het is nog schoon water. Is dit een perfect hartje? Wel, nee. Is het aan allebei de kanten helemaal hetzelfde? Ook niet. Dat vind ik wel leuk. Wat je wil is dat het glimt, maar dat het niet, als ik zo beweeg met het papier, dat er enorme druppels heen en weer gaan. Dan is hij nat. Dat kan ook. Probeer het lekker uit, zou ik zeggen. Want misschien hou jij er heel erg van. Maar dan krijg je, als het droogt, krijg je een beetje zo rafelige randjes. En ik vind het mooier als het ongeveer zo is. Dus wel glimmend, maar niet enorm alle kanten oplopen. Ik snap dat jullie het nu niet goed zien, maar ja, je weet dat hij er staat, hè? Dat hartje. Nou, als ik nu een half uur ga zitten kletsen, is die droog en dan moet ik opnieuw een laagje water aanbrengen. Ook geen drama, maar ik ga aan de slag. Ik pak wat aquarelverf op mijn penseel. Het is een rozige kleur. En dan ga ik stippen zetten in dat water. En ik pak af en toe wat erbij. En ik pak ook een ander kleurtje, rood. Oh, die gaat veel harder, zie je dat? Ik zet gewoon stippen in dat natte stuk. That's it. Wat je nu kan doen is zorgen dat het helemaal vol is tot aan het randje. Dat het helemaal uitloopt tot aan de rand. Maar je kan ook zeggen, nee hoor, ik vind het goed zo. Ik stop. Maar die vind ik wel een donkere kleur, die wil ik niet. Ik pak nog even wat van die lichte roze bij. Felroze eigenlijk. Dus je kan hem helemaal stippen tot aan het randje. Maar ik zal hier ook een stuk wit laten. En je ziet hoe mooi die aquarelverf een beetje meteen uitvloeit. Kijk, en nu heb ik wel een beetje zo'n druppel. Zie je dat gebeuren? Even kijken hoor. Hier, als ik nu zo doe met mijn papier, dan even kijken hoe kan ik het jullie laten zien. Ja, dan zie je hier zo'n druppel lopen. Dat is moeilijk te zien, hè? Maakt niet uit. Je kan dus een beetje ermee wiebelen.
Dit gaan we laten drogen. En hier heb ik hem dus expres geprobeerd een stukje niet helemaal tot de rand te doen. Omdat dat ook heel tof is. Wel tot de rand ook leuk. Wat je leuk vindt. Je kan hem nu zo op laten drogen. Als je denkt, oeh, ik vind het inderdaad wel heel erg nat. Kan je met een schoon puntje van een wc-papiertje of een doekje. Kan je nu het nog zo nat is. Een beetje daarin deppen. Want dan zuigt dat wc-papiertje. Wat van het water op. Ook wat van de kleur op. En omdat het nu nog nat is, ga je toch weer een mooi egaal effectje krijgen. Als je dit doet als het wat droger is, dan ga je precies blijven zien waar je gedept hebt. Hartje nummer 1. Hier ga ik nu gewoon afblijven. En dan ga ik naar vakje 2. Je kunt dit ook heel groot doen. Hè? En dan kan je ook heel mooi, zeg maar, met verschillende kleuren. Speel daarmee. Heb daar lol in, zeg maar. Is leuk, vind ik. Misschien vind jij er niks aan. Dat kan natuurlijk. Ieder zijn eigen voorkeuren. Wat ik nu doe, nu pak ik meteen een kleur op mijn penseel. Ik ga niet eerst dat hartje met water tekenen. Nu ga ik het hartje tekenen met aquarelverf. En ik ga niet mijn best doen om het helemaal perfect te krijgen, dat hartje. Dit is wat het is. Zo. En dat het wel een wat donkerdere kleur mag zijn. Dus ik pak net nog even een andere kleur aquarelverf eroverheen. Het randje staat. Nu vraagt het een beetje doorwerken. Ik maak mijn penseel schoon. En hou hem een beetje vochtig. En dan ga ik met mijn penseel over dat randje heen. Dus ik zet mijn penseel eigenlijk in het midden, waar ik nog niet geschilderd heb. Dan beweeg ik mijn penseel naar die rand toe. En dan beweeg ik over die lijn. Maak ik mijn penseel weer een beetje schoner. Zet ik hem weer op een schoon stukje en ga ik naar die rand toe. En mijn penseel staat eigenlijk best wel plat op het papier. Zeg maar nooit zo in een rondje, maar ik zet hem hier neer. Zie je, dit hele stuk, een derde van het penseel, raakt nu het papier. En dat zorgt ervoor dat als je over die lijn gaat, dat dat mooi breed uitwaait. Oeh. Nou, en dit kan je nog een keer doen eventueel. Dat je weer wat schoner maakt. Weer op een schoner stukje zet. En het nog wat verder. Je kan er ook zo overheen wrijven hoor. Maar nog wat verder naar het midden doet. Of je laat het zoals het was. That's it. Hartje nummer 2. Hartje nummer 3. En ik pak weer een kleur, roodachtig kleurtje. Ik probeer maximaal 2-3 kleuren te gebruiken zo op al die hartjes. Zodat ze een beetje een samenhang houden. Je kan ook lekker in alle regenboogkleuren gaan hoor. Waar je zelf zin in hebt. Pluisje en mijn penseel. Zo. Ik ga weer een hartje tekenen. En die ga ik nu even helemaal vol kleuren, als het ware, met aquarelverf. Aquarelverf is niet super geschikt om hele egale vlakken mee te maken. Dus dat probeer ik ook niet met aquarelverf. Ik probeer juist dat vlekkerige een beetje te omarmen. En, hier ga ik nu 2 dingen mee doen. Ik heb een egaal vlak. Nou ja, hè? Nooit helemaal egaal. Gelukkig, ik hou daarvan. Sorry. Nu ga ik 2 dingen doen. Ik ga het aan 1 kant donkerder maken en aan 1 kant lichter maken. Ik begin met het lichtere. Ik maak mijn penseel schoon en vrij droog. En dan ga ik met dat droge penseel en een doekje in mijn andere hand. Zet ik hier, ga ik een beetje overheen in zo'n soort boogje. En ik veeg mijn penseel af. En dat doe ik nog een keer. Wat er dan gebeurt, is dat je met dat penseel wat van de kleur wegpakt. En dan krijg je zo'n soort highlight, alsof het lijkt alsof het er licht opvalt. En dat doe ik ook hier aan dit boogje zo'n beetje. Ik volg een beetje die vorm van dat hart. Zo, nu heb ik al een highlight toegevoegd. Verf weggehaald in plaats van uitgespaard. En nu wil ik aan die linkerkant wil ik dat het nog wat donkerder wordt.
Dus dan pak ik even een iets donkerdere kleur. Aquarelverf. Niet veel, maar mijn puntje heeft nu wat een wat donkerdere kleur rood te pakken. En dan stippel ik langs de linkerkant. Ik stippel omdat ik altijd, als het dan zo'n beetje nat is, vind ik altijd dat het net wat mooier nog uitvloeit, zeg maar. Dan wanneer ik een streep zet. Ik doe ook een heel klein puntje hier aan deze linkerkant. En ik laat het uitvloeien. En dan vind ik het met het licht moeilijker te zien op camera dan dat ik het zelf zie in het echt. Ik zal zo anders even een... Aan het eind van deze vierhartjes zal ik ook even een foto toevoegen. Zodat je ziet hoe mooi... En het is heel subtiel. Maar je ziet nu dat het hier donkerder is. En dat daar die highlights zitten. Nou, ik heb een hartje in mijn keel. Geen kikker in mijn keel. Laten we het een hartje noemen vandaag. Het laatste hartje wat ik ga doen. Die gaat een beetje weer... Dit worden, alleen met meer wit erin, zeg maar. Ik wil jullie nog even laten zien dat je ook leuk met vlekken kan werken. En dat je echt heel veel wit laat eigenlijk. Dus wat ik dan weer ga doen, is met schoon water een hartje tekenen. En daar moet voor mij even een tussenstap komen. Want als ik dit hier opzet, ja, dan blijf je dat lichtroze zien als het droogt. Het is minimaal hoor, maar ik wil echt dat het doorzichtig water is. Dus ik ga even mijn water verversen. Zo, ik heb weer schoon doorzichtig water. En dan teken ik net zoals bij dat eerste hartje. Met schoon water. Weer een hartje. Als je het echt te nat hebt, kun je dat het overal poeltjes geeft. Zeg maar, kun je even wachten tot het wat droger is. Of je kan weer een beetje deppen met een schoon wc-papiertje. Oké, en nu ga ik dus proberen wat minder stippen te zetten. Omdat ik dat namelijk ook heel tof vind. En dat net daar heb ik hem bijna helemaal opgevuld. Ik heb dus weer wat verf aan penseel. En ik probeer zeg maar wel te kijken... Dat ik stip in het schone water. Zo. En nu kun je kiezen, want ik vind dit eigenlijk al best wel tof, zeg maar. Want je ziet echt de hartjes vorm. Maar ik denk dat het wel leuk is als we nog met één kleurtje extra er heel licht in proberen te stippen. Nou, ga ik met een rood, die andere was meer roze. En ik probeer echt maar aan een puntje van mijn penseel... Die aquarelverf te hebben. Zo, that's it. Kijk, en dan heb je dus twee van die hartjes waar je met stippen gewerkt hebt. Maar bij de ene heeft hij hem bijna helemaal opgevuld op dit kleine randje na. En bij de andere heb je heel veel randjes die ja, wit zijn, niet bedekt zijn. En toch zie je dat het een hartje is. Nou, deze moet eventjes drogen. En dan ga ik het kader wegvegen. Met een gum. Wegvegen, weggummen. Oké. Het volgende kaartje. Weer eigenlijk een soort basistechniekje aquarel. En wat ik daarvoor ga doen is eerst een kader maken met washi tape. Zo. Dus en dan maak ik een... Ik maak even een vierkant. Ik kan het ook zonder kader doen hoor, of een los kader. Maar ik vind het altijd wel mooi, zeg maar. Omdat het een vrij losse techniek gaat worden waarmee we gaan werken. Vind ik het wel mooi als dat kader dan lekker strak is. Nou, even zorgen dat die puntjes en de randjes goed aangeduwd zijn. Anders loopt dat water eronder. En dan krijg je alsnog rafelige randjes. Oké, we gaan snel werken. Want ik wil dat we... we gaan de
aquarel de waterige eigenschappen van aquarel benutten door het in elkaar door te laten lopen. Wat ik ga doen, je kunt eerst even 2 of 3 hartjes kijken, dan snap je waarschijnlijk wat ik doe. En dan kun je het zelf doen, of je kan meteen meedoen wat jij fijn vindt. Ik begin met een los hartje. Die staat. En dan ga ik snel, ik maak mijn penseel schoon, pak een andere kleur roze en teken een hartje daartegen aan. En dan is het zaak om niet meer op dit stuk, aan dit stukje te komen waar ze in elkaar aan het doorvloeien zijn, zeg maar. Want daar is waar de magic happens. Nog weer een hartje er tegenaan. En deze hartjes zijn verre van perfect. Hoeft ook niet. Gaat het niet om. Ik gebruik 3 kleuren roze-rood. En ik wil dus dat ze steeds ergens elkaar raken. En waar ze elkaar raken, ga je zien dat het in elkaar overvloeit. En het kan je soms verrassen dat soms de lichte kleuren ook in de donkere kleuren over gaan lopen. Zie maar wat er gebeurt en laat het gaan. En probeer niet de behoefte te hebben om het heel netjes bij te werken. En probeer er niet meer aan te komen als je het hartje eenmaal getekend hebt. Dat zijn eigenlijk de 2 belangrijkste regels. Er zijn geen regels, maar probeer lekker uit, zou ik zeggen. Maar als ik er weer overheen ga, als het al zo'n beetje hier in elkaar doorgelopen is, dan dan verplaats je die verf weer. Terwijl ik nu eigenlijk dus wil benutten wat er gebeurt. Spontaan. Gewoon alleen maar als ze elkaar raken. En dan krijg je van die hele mooie uitvloeiseltjes. Ja, ik weet eigenlijk ook niet hoe ik het moet noemen. En dit vraagt dus snel werken. Want ja, terwijl ik zit te werken, droogt die verf. Dat is wat aquarelverf of alle verf doet. En je ziet, ik heb 2 verschillende aquarelverven, zeg maar. Waarbij de ene heel dekkend is. En de andere veel doorzichtiger, veel transparanter. Gebruik hier 2 merken. Ik gebruik hier van Himi aquarelverf en Winsor & Newton Professional. Daar zit soms verschil in. Maar ook, zeg maar, elke kleur van 1 merk. Ook in mijn Winsor & Newton Professional weet ik het van. Die hebben altijd op hun verpakkingje, op een papiertje wat er omheen zit of op de tube, staan 4 kantjes waarop eigenlijk staat hoe dekkend ze zijn. Als je een vierkantje hebt zonder vulling, is het niet dekkend. Heb je een halve vulling, dan is het een beetje dekkend. En sommigen hebben een heel gevuld vierkantje. En dan is het heel dekkend. Maar je kan dat dus gewoon combineren. Hier zo gebeurt het ook zo mooi dat het in elkaar overloopt. En ik zorg er dus voor, ik teken die hartjes in gedachten gewoon lekker door van het papier af. Want dan wek je de illusie. Dat het patroon eindeloos doorloopt. Dus ik maak hier ook gewoon een puntje alsof hier ook nog een hartje staat. Zo. That's it. Ja, dit is dus snel werken. Dan heb je het meeste, gebruik je het meeste dat echte doorloop effect. Kijk hier. Heel mooi dat rood zo in dat roze gelopen. Hier ook. Sommige zijn lichter, sommige zijn donkerder. En zometeen als het droog is zie je het echt helemaal het beste. Nou, je ziet dat het nog aan alle kanten glimt. Zolang het glimt, werkt die verf ook nog. Loopt het verder in elkaar door. Zie je dat het heel langzaam doorgaat. En als het droog is, dan stopt dat natuurlijk. Dan werkt het niet meer. Ik ga die hartjes even feunen. Zodat ze helemaal droog zijn. Of je kan ze natuurlijk gewoon wegleggen en laten drogen. Ze
zijn allemaal droog, dan is het ook tijd om mijn washi-tape te gaan verwijderen. En wat ik ooit van iemand een tip kreeg waar ik zo blij mee was, dus die ga ik ook gewoon nog een keer met jullie delen, is, ik heb een heating tool, maar je kan ook een föhn gebruiken. Maar je zorgt ervoor dat je hem goed op het washi-tape richt. Dan blaas je daarop en wat die hitte doet, die lost die lijm al een beetje op. En dan kan je hem heel mooi zo eraf trekken. Als je dat niet doet, gaat het heel vaak ook goed. Maar bij mij ging het ook heel vaak fout, omdat die washi tape dan toch wat papier scheurde. Dus mocht dat bij jou ook gebeuren, probeer het eens met een föhn of een heating tool. Dit gaat dus even lawaai maken. Sorry daarvoor, maar dan kun je wel zien wat ik bedoel. Wel altijd een hand tekort op deze manier. Nou, het laatste stukje nog even. Tada! Nergens is het papier meegekomen. Jee, altijd een soort happy moment. Nou, nu heb je dus een kadertje, ook hierbij. Kijk, weet je, dit vind ik dus. Ik heb dus dezelfde kleuren gebruikt. Ook in een soort vierkant. Niet helemaal even groot. Misschien zou het nog meer samenhang hebben, die twee kaartjes. Als ik dat even op dezelfde plek had gedaan. Heb ik niet gedaan. Maar goed, toch is er wel weer iets van samenhang dat je dezelfde kleuren hebt gebruikt. En ook hierbij, weet je, schrijf je eigen tekst erbij. Teken hier nog in met fineliner. Doe lekker wat je wil. Maar, twee kaartjes. Check. Ga ik er nog eentje maken. Het laatste ga ik weer een kadertje maken. Nou, je kan het ook precies dezelfde hoogte doen als deze, maar hoeft helemaal niet. Je kan het ook over het hele kaartje doen als je een groot vak wilt. Gebruik lekker je eigen creativiteit. Ik ga nu een techniek doen. Nou, dit is duf, daar kom ik niet op het woord. Negative space painting. Negatieve ruimte tekenen. Ik heb deze les al een keer eerder gegeven op Instagram. Maar ik vond het te leuk. Dus ik dacht, ik wil hem nog een keer even opnieuw doen. Om in deze video ook op te kunnen slaan. Wat ik ga doen. Ik pak een kleurtje roze. En ik pak er een die ik heel waterig maak. Dus dan krijg je een hele lichte kleur. En dan ga ik de hele... hele vierkant mee inschilderen. Mag echt heel licht, hoeft niet super netjes, maar ik probeer wel dat overal een dun laagje hele lichte aquarelverf heeft. Nou, dit gaat nog mooi in elkaar overlopen. En ja, bij deze techniek is het gewoon heel fijn als je een föhn of een heating tool hebt. Want dan kan je wat beter doorwerken. Want je moet echt pas elk volgend laagje doen als het vorige laagje echt droog is. Dus of je moet geduld hebben of gebruik een heating tool of een föhn. Weet daarbij dat bij een föhn, daarom vind ik een heating tool een van de beste aanschaffen ooit. Bij een föhn blaas je de aquarelverf altijd nog veel meer alle kanten op. En straks als je hier een hartje hebt, dan sproeit hij die verf, kan hij dan uitsproeien en niet, wat je niet wil. En dit zorgt ervoor dat hij iets gelijkmatiger droogt. Dus nou ja, mocht je ooit een keer denken, ik wil geld uitgeven aan mijn hobby, kan ik het echt aanraden om te zoeken naar een heating tool. Ik ga hem even droog blazen. Droog. Ongeveer zo. Je wilt ze niet meer middel nemen. Het is droog. Oké. Wat ik doe. Ik pak een potlood. Of wat je ook kan doen. Misschien nog wel mooier is een kleurpotlood. In een roze kleur. Of nog mooier is een aquarelpotlood. In een roze kleur. Ik pak even deze van Winsor & Newton.
Je hebt ze ook. Ik heb ook van hier die fijne aquarelpotloden. Deze liggen nu hier toevallig standbij. Maakt niet uit. Als je dat niet hebt, kun je ook gewoon een kleurpotlood pakken. En je kan ook een grijs potlood pakken. Alleen dat grijs blijf je altijd een klein beetje zien. Zodra je er met aquarelverf overheen gegaan bent. Wat ik hiermee doe, ik ga hier een aantal hartjes tekenen. En ik teken ze ongeveer even groot. Maar dat gaat natuurlijk nooit perfect lukken. Zien jullie dit? Ja, ik wil ook echt dat het maar licht getekend is. Je kan ze recht tekenen. Je kan ze, dat ze allemaal een beetje scheef staan. Of op zijn kop zelf. Weet je, doe lekker wat je wil. Als er maar een aantal hartjes staan. En ik let erop dat er ook altijd een aantal van het randje afvallen. Want dat geeft dus weer het idee. Dat je tekening doorloopt buiten dat kader. Dus ik heb nu 1, 2, 3, 4, 5 hartjes. Maar één hele. Hier valt hij een stukje eraf. Hier ook. Je ziet het echt maar heel licht. Maar dat is eigenlijk juist wel fijn. Wat ik dan doe. Ik ga gewoon even dezelfde kleur roze gebruiken. En hij is nog steeds best wel waterig. Ik voeg nog tegen. Ik wil gewoon dunne laagjes hebben. En negative space painting betekent dat je dingen vrij laat. Dus in plaats van dat ik die hartjes inkleur, ga ik de achtergrond inkleuren. En dan ga ik dus nog een keer over de hele achtergrond heen. Maar laat ik die hartjes vrij. En dit vraagt vrij snel werken, omdat als je dit super langzaam gaat doen, dan wordt bijvoorbeeld dit randje al droog en dan blijf je daar een rand zien. Is allemaal geen drama, niks is een drama. We doen dit voor onze lol namelijk. Maar zolang die verf nog nat is, weet ik dat elk randje, dus bijvoorbeeld deze, die is nog nat. Dus ik weet dat als ik daarnaast een streep zet, dat gewoon weer heel mooi in elkaar overvloeit. En helemaal, zeg maar, als je een beetje goed aquarelpapier hebt. Zo. Kijk even of de vorm van de hartjes een beetje goed is. Ja hoor. Prima. Dat is laagje 2. Zo. Ook deze laag moet weer helemaal perfect droog zijn voordat ik naar de volgende laag ga. Dus ik ga weer feunen. Het is wel een video met veel lawaai. Maar als elke keer op pauze zetten is, vind ik ook niet zo heel fijn werken. Dus ik, sorry voor het lawaai. Helemaal legaal? Nee joh. Maakt het uit? Wel nee. Ik pak weer hetzelfde potlood als ik het nog zie. Anders moet ik even een rode gaan pakken. Wat ik nu ga doen is weer hartjes tekenen. Maar ik wil deze, dat die voorop lijken te blijven liggen. Dus de hartjes die ik ga tekenen verdwijnen hierachter. Ik denk dat ik even een rood potlood pak. Want ik denk dat jullie het dan toch iets beter kunnen zien. In deze fase ook. Kijk, dus ik teken hier een hartje. Maar die verdwijnt achter deze. En hij gaat zelfs ook een klein beetje hier achter deze, zie ik. Misschien is dat bij jou heel anders, hè? Er is niet één manier, maar goed, het is je eigen tekening. Sorry. En op deze manier ga ik een aantal harten weer tekenen. Ik denk niet dat ik een heel hartje nog erop getekend krijg. Misschien jij nog wel. Kan. Zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, wat stukjes her en der. Maakt niet uit. Dit kan echt, weet je. Dit is gewoon helemaal je eigen invulling, zeg maar. Doe dat lekker wat je wil.
Nou, en dan gaan we weer hetzelfde doen. Dit is een hele saaie les. Maar je gaat zo meteen wel zien wat een tof effect het geeft. Nou ja, je hebt het eindresultaat al gezien, dus je weet al wat een tof effect het geeft. Maar ik hou hier echt van. Ik ga weer de achtergrond invullen. En het blijft, zeg maar, deze techniek vraagt wel gewoon een beetje alert blijven. Dat je niet per ongeluk zo'n hartje invult, zeg maar. Dus dat is het enige lastige hier eigenlijk aan. Dat je steeds even moet denken, oké, nou ja, hoe jij dan ook heet, de achtergrond invullen. Ik zie dat ik hem nu te dekkend heb. Dus ik maak mijn penseel even schoon en ga heel erg dat pigment wat ik nu allemaal op dit kleine stukje heb gezet, ga ik uitwrijven. Oh, en als je per ongeluk over een lijntje gaat, zoals ik hier, kan je smokkelen. Dan maak je het gewoon weer even een beetje een mooie vorm. Oeh, pas op. Nou, het vraagt dus wel een beetje focus. Maar je ziet dat ik nog helemaal geen nieuwe verf op mijn penseel heb gedaan. Ik gebruik dus al dat pigment wat ik hier vrij dik had opgezet. Als mijn penseel te droog wordt, doe ik hem in het water in plaats van in het pigment. Totdat ik het idee heb, oh ja, nu is het echt te dun wordt het. Maar je kan dit met hele dunne laagjes doen. Als je het met dikke lagen doet, kan ook. Maar dan moet je echt elke keer een donkerdere kleur pakken. En bijvoorbeeld als je dit met blaadjes vormen zou doen, van planten zeg maar. Dan is het heel mooi om bijvoorbeeld ook te beginnen met geel. Dan groen te pakken en dan bijvoorbeeld donker of blauw en dan donkerblauw, zeg maar. Dan krijg je ook een heel tof effect. Dus het hoeft niet allemaal met dezelfde kleur. Nu moet ik wel een beetje een nieuw pigment pakken. Zo. Nu werd het me echt te dun. Nou, er zitten best veel hoekjes in. Dus het is fijn als je een penseel hebt of een waterbrush. Met een beetje een goed puntje. Dat je mooi scherp al die hartjes echt kan aftekenen. En op sommige plekken zitten dus nu al 3 laagjes verf. Die hele lichte, deze hele lichte roze basiskleur. Tweede laagje, deze kleur. En nu het derde laagje. Ik zeg kleur, maar het is eigenlijk allemaal dezelfde kleur roze, alleen met steeds een nieuw laagje, waardoor die steeds donkerder wordt. En nu heb ik ook echt wel wat meer pigment in het erin zitten. Zo, ik probeer het een beetje egaal te doen, maar niet helemaal. Dat lukt ook gewoon niet. Nou, er ontstaat al iets van diepte, al iets van het effect wat ik wil bereiken. Ik ga nog even goed over die rode randjes heen, want ik vind dat je bij mij nu nog te veel echt die randjes ziet. En die wil ik gewoon, het is aquarelpotlood. Dus die wil ik net een beetje opgelost hebben. Als ik oe zeg, ga ik helemaal over het hartje heen. Nou ja, teken ik bij. Geen drama's. Ik ga hem weer drogen. Tijd voor het volgende laagje. Potlood weer. En ik teken weer hartjes. En op een gegeven moment, en ik kom nu op dat punt, kan je helemaal geen hele hartjes meer tekenen. Zijn het allemaal maar kleine stukjes, dus dan vraagt het even wel een beetje focus om te bedenken, oh, hoe loopt dat hart? Maar goed, aan de andere kant denk ik ook altijd, ach, er is ook niemand die gaat controleren of dat wel helemaal klopt. Zo. Ik weet niet of jullie het nog goed zien, maar kijk, er staan dus nu nog wel potloodlijnen erachter. Het wordt nu wel soms steeds moeilijker, bijvoorbeeld hier, om te zien, oh, maar welk vlakje of hier, welk vlakje moet ik nou kleuren? Is dit nou de achtergrond of dit de achtergrond? Dat is een beetje de moeilijkheid in deze les, zeg maar. Het vraagt wel wat focus. Dus,
Ik ga weer kijken, wat is nou de achtergrond? Ik ga weer om de hartjes heen die ik net getekend heb. Ik heb nu iets meer rood toegevoegd aan mijn kleur. Ik heb gewoon in mijn mengbakje zit het steeds. Dat was eerst vooral roze en nu heb ik wat meer rood toegevoegd. Om hem wat donkerder nog te maken. Best een precisiewerkje. Je merkt dat ik ook stiller word. En dat precisie zit er maar in dat ik mooi de lijnen wil hebben. Een beetje strak, een beetje puntig. En dat ik op moet letten wat naar achtergrond is. Die ik in moet schilderen en wat nou hartjes zijn die ik juist uit wil sparen. Even kijken hoor. Deze is bijvoorbeeld gek. Ik denk dat ik dat verkeerd om heb gedaan. Nou ja. Ik denk niet dat iemand er boos om wordt. Iemand die dit kaartje krijgt, maar is sowieso blij dat hij zo'n kaartje krijgt, toch? Over het algemeen. Nou, en langzaam komen we wel echt in dat gevoel van diepte. Ik ga nog één laagje hierna doen. Echt donker maken. Dat er echt die diepte nog even uitknalt. Maar dan moet hij natuurlijk weer droog zijn. Dus ik ga weer even feunen. Wat ik nu ga doen, want dit is al vrij dekkend bij mij, dat donkerrood. Zien jullie trouwens ook dat het altijd lichter opdroogt dan wanneer het nat is, aquarelverf. Daar wen je op een gegeven moment aan. Wat ik ga doen, ik maak wat bruin nat. Mijn donkerste bruin. En die ga ik hier mengen met die rode kleur die ik net had. Oh. En dan moet ik wel met potlood nog even wat hulplijntjes zetten. Ja, en nu is rood, ga ik niet meer zien. Dus ik pak even, sorry voor het lawaai, ik pak even een zwart. Want ik wil wel nog steeds weten waar ik zogenaamd mijn hartjes heb staan. Ja, en dit is echt, dit zijn alleen maar hoekjes en een paar boogjes soms, zeg maar. Omdat je gewoon echt nergens meer een heel hard ziet. Ja, dit is vrij willekeurig, zeg maar, eigenlijk zo. Maar ja, zorg in ieder geval dat er nog iets van vlakjes ontstaan. En dan ga ik daar weer omheen kleuren. En je kan ook al stoppen, hè, als je denkt, nou ja, ik ben de draad kwijt. Het wordt mij te wiskundig bijna. Dan zeg je, ik vind hem goed zo. Er zit genoeg diepte in. Klaar is klaar. Het is jouw tekening. Jouw lol. Jouw hobby. Dus zorg ervoor dat het leuk blijft voor jezelf. Zo. En ik kijk een beetje door mijn wimpers en dan kijk ik, vind ik het een beetje egaal verdeeld, zeg maar. Die donkere kleur, ja, ik denk het wel. Ja, ik ga het weer even feunen. Sorry jongens, ik
weet dat dat altijd zo heftig klinkt. Dat is mijn blikje van mijn aquarelpotloden. Zo, en nu kun je over die hele... Oh, hier is het nog net niet helemaal droog. Wat je nu kunt doen, is nog over die donkerste stukken, bijvoorbeeld met een zwart kleurpotlood of een zwarte fineliner, nog wat donkerdere accentjes aanbrengen. Ja, je kan hier dus oneindig mee doorgaan. Kan je ook weer met aquarelverf doen, hè? Maar ik wil je even laten zien dat het dus ook andere mogelijkheden zijn. Ja, en je kan doorgaan tot wanneer jij denkt, ik vind het mooi geweest. Zo, en dan stop je. En dan is het weer tijd, als het helemaal goed droog is, om je tape te verwijderen. Dat zal ik nu even zonder föhn doen. Jullie hebben al wel genoeg lawaai gehoord. Dus ik ga hem even droogfeunen en het tape verwijderen. Oké, reality check. Hier zie je een beetje vlekjes aquarel. Hier ligt mijn potlood en mijn penselen. Wat er gebeurde. Terwijl ik het eraf aan het halen was, bleef mijn plakband plakken aan mijn penseel. Probeerde ik met één hand en de tape te trekken en mijn penseel los te krijgen met de andere te feunen. Heb ik dus niet goed gemikt op mijn tape en kijk wat er dan dus gebeurt. Dit is precies waarom ik dus dat feunen altijd doe, om dit te voorkomen. Maar dan moet ik niet gaan zitten hannissen ondertussen met dit soort dingen. Nou, je proeft waarschijnlijk een beetje irritatie in mijn stem. Terwijl dit gebeurde, dacht ik even, wat ga ik doen? Ga ik deze weg doen? Ga ik de hele les opnieuw doen? Ik dacht, ja, weet je, dit is ook gewoon wat het is. Hier aan deze kant, ik zat gewoon echt, nou, toen was ik geïrriteerd, dan heb ik geen geduld meer. En dan gebeurt het hier dus ook. Dit is dus wat er gebeurt als je je tapeje niet goed vindt. Wat er kan gebeuren, hè? Het gebeurt niet altijd. Hier, nou ja, weet je, is het wat het is. Dit is natuurlijk altijd wel een beetje zuur, zeg maar, omdat dit over de tekening gaat. Ik ga jullie toch laten zien hoe ik er dan mee omga. Wat ik dan hier doe, is dat ik probeer dit stukje heel, ja, zo netjes mogelijk toch weg te halen. En dan ga ik gewoon een beetje bijwerken. En ik zou deze, eerlijk is eerlijk, ik ga deze niet aan iemand geven voor Valentijnsdag. Maar ik wil jullie wel laten zien hoe je er vaak toch nog wel weer oké, een beetje een oplossing voor kan vinden. Wat ik dan namelijk doe, kijk, dit is nog steeds. Ach jongens, ik probeer maar erom te lachen zelf een beetje. Ik maak mijn penseel even schoon. En ik doe er een heel waterig beetje roze op. En dan ga ik hier overheen. En dan probeer ik hier een beetje dat rechte lijntje te volgen. En hier weer het hartje. Ja, het is te donker, dat zie ik ook. Dus ik maak mijn penseel even schoon. En ik vaag dit kleurtje even uit over dit hele hartje. Wordt hij net wat donkerder door? Ach ja. Maar dat gescheurde stukje is nu wel een heel stuk weggewerkt. Hier zat nog een driehoekje. Ik ga dit wel even föhnen. Hier zat ook nog zo'n hoekje in die kleur, een beetje rood, een beetje een donkerdere kleur rood. Dus die werk ik ook stiekem gewoon even bij. Zo. Nou, dan heb ik in ieder geval weer een strak kader. En nou ja, zoals je, ja, ik weet niet hoe goed het te zien is op camera, maar dit vierkant vind ik nu echt weer helemaal dik prima. Dit is lelijk en het valt ook gewoon zo op omdat het zo wit is. Dus wat je zou kunnen doen, is deze gewoon uitknippen. Ik denk dat ik dat zo meteen ga doen. Dan kan je het op een nieuw kaartje
plakken. En dan kun je ook kiezen wat je doet. Je zou dan bijvoorbeeld een vierkant hier wat groter ook kunnen inschilderen en het daarop plakken. Dat je een soort passepartoutje krijgt. Of je plakt hem gewoon op. En nou ja, weet je, dan zit er wat diepteverschil in. Ik ga dat ook gewoon op die manier doen. Want ik denk dat ik hem dan namelijk wel weer gewoon kan gebruiken. En weet je, ik, nou net zit ik dan echt te overwegen. Zal ik de les dan opnieuw opnemen? Ik wil dus een kleine moeite. En toch denk ik ook, ja, weet je waarom dit gebeurt bij iedereen? Nou ja, weet ik niet. Bij mij in ieder geval wel. Maar ik vind hem soms ook gewoon zonde van mijn werk, wat ik hier had. En verder vind ik hem tof. Dus dan kies ik er toch voor om het gewoon te laten zien. Want ik kan moeilijk ook zeggen, je moet niet te perfectionistisch zijn als ik dan zelf een les opnieuw opneem als ik hem niet goed genoeg vind, toch? Het zou nog mooier zijn natuurlijk als je een snijmachine hebt. Wordt het allemaal nog wat rechter, strakker, maar goed. En dit valt echt niet op. Dit gaat echt niemand zien. Kijk, en dan kun je hem dus op zo'n kaartje plakken. Nou, dan ziet het er alsnog wel hartstikke tof uit. Wat je dan zelfs ook nog zou kunnen doen, is dit in vieren knippen. En dan zo vier vierkantjes doen. Misschien dat ik dat zo meteen wel doe, maar dan wil ik deze wel eerst op de foto. Ik ga gewoon nog eventjes een beetje proberen. Ik wil deze in vieren knippen. Ik wil het ongeveer, zeg maar, door het midden. Dus dat doe ik even op de achterkant. Nou, ook dit hoeft voor mij echt niet perfect. Maar je kan het natuurlijk ook met een liniaal helemaal uitmeten. En ik ga het gewoon proberen. Misschien wordt het niks. Misschien denk ik achteraf wat ik niet moet doen. Maar spelen, uitproberen is ook leuk, toch? Zo. Ook schattig, hè? Als je dan vier zulke kaartjes maakt. Maar dat is niet wat ik nu wil laten zien. Oh ja, nu moet ik even puzzelen. even denken. Waar zit... Oh, dit is... Moet deze hier? Nee, deze moet hier. Oh, dan moet deze, denk ik, hier en hier. Ja. Kijk, zo lag hij. En ik dacht, misschien is het ook best wel leuk om het op deze manier... te plakken. Ja, ik vind dat wel leuk. En dan zou het leuk zijn als ik lijm bij de hand heb. Heb ik niet. Nou, ik vind dit dus ook tof. Lijkt het bijna alsof je door een raampje kijkt. Zou je er zelfs nog een raampje omheen kunnen tekenen met fijnlijner. Maar zo vind ik het ook leuk. Ja. Kan. Hoeft niet. Doe ermee wat je wilt. ik wilde vooral even laten zien. Dat schrik dus niet als er iets fout gaat. Ga kijken hoe je het op kan lossen. Nou, de drie resultaten. Tekstje erbij klaar. Ik leg nog even in beeld dat je dus, als je iets aan wilt schaffen, dat veel te krijgen is bij becreativeshop.nl. En dat je met code Nanja Illustraties altijd 5% korting krijgt. Op nanjaillustraties.nl staan ook nog wat andere cursussen, lessen. Ook op YouTube staan nog wat andere gratis lessen. Veel plezier. Als je daar nog wat van doet, tag me alsjeblieft als je iets gemaakt hebt. Omdat ik het hartstikke leuk vind om te zien wat iedereen met zijn eigen creativiteit van lessen, van ideeën van mij maakt. En heel veel geefplezier natuurlijk. Of het nou met Valentijnsdag is of voor trouwen of weet ik veel wat. Wie weet, tot later. Doeg!